Hey yo kijkers van ShadowGames23, ik ben Ronald en vandaag hebben we voor jullie een nieuwe aflevering van Assassin's Creed 4 Black Flag. Hey jongens, wij zijn net ontsnapt aan de plaatselijke pruikenclub. En nu gaan wij maar weer een nieuwe missie doen, denk ik. We gaan maar gewoon eens een beetje fort maken en op naar het vraagteken. Eens even kijken, oké. Ik vind het zo raar dat ik gewoon ontsnapt ben aan die agenten. En dan loop ik vervolgens weer langs ze en dan zien ze me niet. Ik zou dan bijvoorbeeld een game dan ook echt realistisch maken. Maar dan is het ook wel erg onmogelijk om aan de politie te ontsnappen. Dan moet je zeg maar helemaal omweggetjes nemen en zo. Het zou wel cool zijn voor een missie of zo. Maar nee, ik vind wel dat ze dit iets beter hadden kunnen maken. Dat het moeilijker zou zijn om als ze te ontsnappen. Eens even kijken. Nou, we moeten er kennelijk naar de haven. Eens even kijken, het zal weer met Steed Bonnet te maken hebben. Oh ja, trouwens jongens, mijn enorme excuus dat ik deze gast in de paar afleveringen Duncan en Piet heb genoemd. Echt, het was zo stom van mij. Als ik op de cutscenes had gelet, dan wist ik dat deze gast Edward heette. Dus vanaf nu ga ik hem gewoon lekker Edward noemen. Eens even kijken, ja hoor, dit is volgens mij Steed Bonnet, of niet? Ben je Steed Bonnet? Ja, I think so. Je hebt dezelfde jas aan. Ja, jij bent Steve Bonnet, ik weet het wel zeker. Ja, zie. Oh mijn god, auw. Hij heeft een zakje ijs nodig, denk ik. Nee, niet de suiker. Nee, niet de suiker. Mijn god, die moeten we thee zonder suiker drinken. Oh god, nee, de wereld vergaat. Oh god, nee. Jongen, jij komt hier in Spanje om te handelen met allemaal suiker en andere meuk. En dan ga je nu tegen mij zeggen dat je niet Spaans kunt spreken? Wat ben jij voor onderhandelaar? Jezus, dan kan Edward het weer gaan opknappen. Oké. Druk op L. Oké, arendsoog. Oké, arendsoog. Met je arendsoog kun je interessante elementen zien. Dieren en vijanden worden rood weergegeven en doelwitten en doelen goud. Druk op L om je arendsoog te gebruiken. Je kunt je arendsoog niet gebruiken tijdens het rennen. Oh, oké. Dat is wel grappig. Terwijl je arendsoog gebruikt, kun je maximaal 10 vijanden of dieren markeren door naar ze te kijken. Zodra het doel gemarkeerd is, kun je door muren heen kijken, zelfs als je je arendsoog niet meer gebruikt. Oké dan. Dus even zien. Oké, hun twee moet ik dus volgen of zo. Hun zijn het doel, oké. Ja, achtervolg de wachters. Ja. Eens even kijken. Gast, die rennen. Straks zien ze ons nog. Wees eens voorzichtig, man. Oké. Beetje nonchalant doen. Zo, hallo. Eens even kijken. Wat doet iedereen hier? Eens even kijken. Oh, mooie kraakjes hier. Ja. En in de wagen. Erin, zeg ik toch? Oké. We hadden het ook gewoon vriendelijk kunnen vragen. Ja, goed. Ga er nou weer heen dan. Dit is just James Bond. Och, daar staan wachters. Er staan ook wachters. Arendsoog. Even kijken, waar zijn ze dan? Oh god, ze zijn daar. Rennen, Ronald. 2-1, wat gaat er met 0 gebeuren dan? Oh, doel het kwijtgeraakt. Oh shit. Het is nog lastiger dan je denkt. Want je moet zorgen dat ze je niet zien. En ja, je moet toch bij ze in de buurt blijven. Oké. Zie ik ze nu? Ja, kijk, nu zie ik ze. Haha, bitches. Oké, nou ik weet dat ze hier langs gaan. Dus dan ga ik gewoon mij hier verstoppen. Zo, hier achter dit muurtje of zoiets. Even zien zo. We gaan eens even James Bond style. Ik zie je. Wie niet weg is gezien. Oké. Ik klim goed het gebouw op. Ik ga ze vanuit de bovenkant van het gebouw ga ik ze zien en alles. Kaha. Oh, wat? Ga dood.
Jongen. Hup. Goed. Donder op, even kijken. Oké. Okay. Allee, hopla. Oké dan. Jongen. Wat is de politie op de daken, in godsnaam? Ik ben hier best wel goed in eigenlijk. Een beetje naar de daken springen en zo, een beetje free rennen. Dat is nice. Oké, okay, kijk, staan nu ze weer op de grond. Ik moet ze schaduwen. Oké, okay, dat gaat wel lukken. Gewoon op de ouderwetse manier. Hup, over de daken heen. Ik ben net Zwarte Piet. Handig dat de arend zorgen, weet ik tenminste waar iedereen heen gaat. Dat is totaal onrealistisch, maar het is wel heel cool bedacht. Yes, je kan er ook gewoon overheen. Hupla. Mooi, ik ben gewoon de nieuwe kampioen freerunnen. Voor een Zwarte Piet, oh god. Wat gaan ze doen dan? Oh god, bewakers daarboven. Oh. Snel, ik moest ze volgen. Zo hebben we de vaatrader in, hè. Aan de kant, mevrouw. Luister gesprek af, oké. Okay. Ga ik het gesprek afluisteren, jongen? Ik ga gewoon... Luisteren onderbroken. Wat? Nee, wat? Je trok te veel aandacht. Ik stond daar. En dan trek ik aandacht. The fuck. Blijf ongezien. Wacht, ik ga gewoon... Kan ik dit? Ja. Inhuren. Hier, ik huur danseressen in. Haha. En nu kan het wel. Wat voor logica is dit in dit spel, hé? Gaan we lekker dansen voor mij. Jullie zijn in één keer helemaal zwart-wit en alles. Hmm. Oh, dat is dus met de suiker gebeurd, jullie. Kom mee. Waarom kan ik een mes gooien met ei? Dat is wel heel cool. Gewoon recht in zijn bakkers. Tjaka! Oh, kunnen we zeker die suiker terug gaan halen? Oh, er worden gewoon mensen opgehangen hier. Oh, dat is echt, dat heb ik nooit begrepen. Waarom mensen dat leuk vinden? Zeg, eens, blijf eens even van mijn meisjes af, jullie. Stel je vies peuken. Donder op, man. Vermoorden. Midden in de openbaar. Ik weet wel zeker dat ik die missie dan overnieuw kan starten. Achtervolg de kapitein. Nee! Ik drukte op het verkeerde knopje. Ik moest... op een knopje drukken om zo iemand af te leiden. Shit, man. Oh, balen. Ik moet toch wel een beetje die controls een beetje... Oké, daar is die kapitein dus. Oké, RBLB. Oké, ik moet een beetje de controls nog een beetje leren te begrijpen. Dat is wel een nadeel. Ik gooi gewoon een mes in zijn bakkes. Jij kan mij niet zien, want ik ben een assassin. En daarom en zo. Doen we gewoon nog op. Of niet? Het is zo vlekkelijk om een mes te gaan werpen, maar moeten we maar niet doen, denk ik. Ik denk dat ik... ja, oké. Okay. Ja, oké, okay, zo. Oh, jij bent... Oh, wat? Ik wil hier ook in. Stil de sleutel van de kapitein. Kan ik hier dan niet ergens op of zo?
Wauw. Wow. Moet ik hier naar binnen dan? Chaga. Ik heb zo recht in zo'n bakkes heb ik dat ding gewoon gegooid. Gaat mij dit lukken? Nou, dat is 1 minder. Dat is 2 minder. Dat is 3 minder. Ik druk gewoon maar wat knopjes trouwens. Dit is echt geen skills of zo. Nog eentje minder. Ja. Hey, laat hem wel eens even, wil je? Het gaat mij aardig af hier. Jongen, human shield. Te grappig. Zo, jij dood. Je staat ook helemaal niks voor. Oké, zo, iedereen afgeslacht. Nu die sleutel graag. Nou, beroof hem dan maar. Sure, krijgen we weer geld voor. Oké. Tuurlijk. Ja, laten we die nog maar even beroeven dan. Zo. Sleup naar de fortopslag. Oké, dan. Eens even kijken. Hoe gaan we daar komen dan? Zullen we er gewoon Leroy Jenkins in gaan? Even kijken. Wat voor loot hebben wij nog? We hebben rookbommen hebben we niks meer. Gewoon met die zwaarden er waren. Dan gaan we er gewoon maar in. Waarschuwing, verboden terrein. Ja, nou, ik weet niet hoe ik het anders moet doen, hè. Dit kan niet anders. Huppakee. Ik ga ze gewoon allemaal één voor één afslachten hier. Hup, jij dood. Holy shit, wat was dat? Wat, ik heb geld gestrooid. Nee, dat was mijn centen. Oh, coole move, jongen. Dat hebben we even goed gedaan, hè. Oh, wat een bom. Jezus. Rennen. Wat een bom gegooid, nee. Ga dood. Goed. Wat een bom, nee, rennen. Holy shit, die gast die gooit met bommen, man. Kun je niet menen dit. Auw. Hoe kun jij? Hup. Met je bel. Nee! Wat, mijn verdediging heeft geen zin tegen die gast. What the fuck, die gast is echt overpowered. Ik doe mijn best om dit zo goed mogelijk te doen, jongens. Alleen, het is nog een beetje heel erg moeilijk. Niet een geld strooien, man. Optional doel. Vermijd gevecht. Oké. Wat moet ik doen om een gevecht te vermijden? Hoe moet ik dat doen dan? Oké, leg het maar eens even uit. Oh, wacht. Hier kan ik gewoon in. Hallo, soldaatjes. Kan ik niet een of ander hardcore parcours ding doen? Wacht even. Volgens mij kunnen we via dit punt kunnen we er zo in komen. Tenminste, I hope so. Kijk eens aan. Hup. Ja, oké, dit gaat lekker. Dit gaat goed. Dit gaat heel lekker. Hier kunnen we in. Hatje idee, zo. Kunnen we nu dan hierin of zo? Klim. Dat wil dus allemaal niet. Oké, dan. Moeten we verder hardcore parcours doen? Oké, gaan we verder. Hup, nee. What the fuck doe jij, gast? Heb ik gezegd dat jij erin mocht springen? Nee. Oh, dat moest, want anders konden we daar niet komen. Dus. Oké, civiliseerd. Oké, hier kunnen we erboven. Oké, via dat. En dan nog een keer. Ja, dat kan ook. En dan kunnen we dit halen. Ja, kijk, dit kan. Oké, nice. Ik denk dat dit de bedoeling is. Ik weet het allemaal niet zo heel erg zeker, maar... Hup, ja, oh god. Hup, klim. Goed zo. Mijn soldaten hier, die willen tusselen met mij? Nee, oké. Kunnen we eruit? Dat kan niet. Oh, we kunnen meer. We kunnen verder. Oké. Hup. Oké, waar moeten we nu heen dan? Oh, fragment 1. Ik denk dat we in die toren daar moeten komen. Alleen, hoe? Nee, niet daar langs, gast. Oké, nou, nu kunnen we het even bekijken. Kan ik gewoon... Wacht, misschien via dat kozijn en daar dan zo in. Dat moet wel kunnen, denk ik. Eens kijken of we het kunnen halen. Zullen we zien.
Hopelijk krijgen we dan 100%. Dat zou wel cool zijn. Kom op, de hoofdklimmer. Kom op, goed zo. Als hij gewoon tegen de muur op kan klimmen, dan kan hij er niet gewoon meteen het kasteel in. Oké, dan moet ik een beetje naar dat raam richten, volgens mij, of niet soms. Nee, oh, what the fuck doe jij? Hij sprong zo het water in. What the fuck. Oké, we proberen dan nog even één keer. Ik denk dat ik wel Leroy Jenkins naar binnen moet gaan, want volgens mij gaat dit niet lukken. Ik ben nooit zo van de assassin aanpakken. Ik ben meer zo van de Leroy Jenkins met grote luchtbugs naar binnen, iedereen overhoop knallen en dan maar zien wat er vandaan komt. Even kijken, dit moet haalbaar zijn. Nee! Oké, nou, ik heb hier schoon genoeg van. Even denken hoor. Ja. Even mijn headset goed doen. Oké. Het moet haalbaar zijn. Wacht, laten we het gewoon één keer proberen. Volgens mij druk ik gewoon op de verkeerde knop. Dit is de laatste keer, jongens. Als dit niet lukt, dan gaan we gewoon Leroy Jenkins er binnen en dan hakken we iedereen de mootjes. Want dat lijkt mij toch wel leuker om te zien. Maar dit is volgens mij wel de bedoeling van het spelletje. Ik weet niet. Nee, hij haalt het niet, denk ik. Nee, het is niet te doen. Hij zal het misschien wel halen. Misschien ben ik gewoon heel slecht. Ik weet het niet. Maar ik ga terug en ik ga de Leroy Jenkins aanpak doen. Ik weet niet hoe ik het anders moet doen. Echt serieus. Ik weet niet hoe ik het anders moet halen, die sprong. Hij moet wel haalbaar zijn, maar ik kan het na 5 pogingen nog niet. Dus wat dat betreft. Oh, oh, oh. Wauw. Dat was wel heel... Wat doe jij? Kun je niet verder naar boven? Kom op, klim verder. Nee, wat doe jij nou? Naar boven, hup. En daarin. Oké, goed zo. Hey. Dat kan ik wel gebruiken. Even kijken. Tuurlijk, ik zwem wel. Maak je niet druk. Oh, daar kan ik op. Oké. Ik ga gewoon zo overhoop schieten. Dat is wel handig, denk ik. Dan gaan die gasten met die grote bel overhoop knallen. Ik denk dat we dan wel door die bewakers moeten komen. Die bewakers stellen niks voor. Dus gaan we dat gewoon maar proberen. Hup. What the fuck? Waarom? Oké. Hallo. Gaan we eens even kijken. Hebben we geen... Jongen, waar is dat geweer dat ik had? Nou, kan ik geen geweer. Oké, dan. Ik moet die gast met die grote bel moet ik als eerste uit gaan schakelen. Ja, move your ass. Huppakee. Hartstikke idee. Oh mijn god, dat zijn er meer met bel. Aanval. Oké, ja, ren maar weg, want dit wordt niks hier. Boom. Jongen, ik doe tegenaanval. Waarom doet dat poppetje niks dan? Door verdediging heen breken. Kom op dan. Kom dan. Doe dan iets. Hij doet niks. Ik druk op B als hij zegt tegenaanval. Is mijn controller stuk of zo? Hij voelt wel heel raar. Het knopje zit een beetje... Ik weet niet wat het is. Maar waarom... Doet hij het niet dan? Ja, nou, ik kan dat gevecht niet vermijden. Nou, misschien kunnen we via deze kant erin komen. Of zit hij niet zo'n hardcore parcours gedeelte? Nee, dat zit hij niet. Je moest... Ik denk dat hij via dat hardcore parcours gedeelte daar aan de zijkant moest. Ik weet het praktisch wel zeker. Kijk, die bewakers kan ik allemaal wel aan. Dat is niet zo'n probleem. Nou, god, ga dood. Maar misschien als ik eerst alle bewakers hier onderuit haal, dan kan ik die wel aan, denk ik. Jongen, jij bent echt vervelend met dat kutmesje van je. Hup, dood. Dood, 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 dood. Oké, nu even redden. Ik wil even op kracht komen, want... Gasten zijn wel snel, dan moet je ze nageven. Kom op, regen health. Regen. Jongen, via de fucking palmboom nog wel, hè. Regen maar. Oké, nou, we regenen een klein beetje. Slowly, but surely. Oh god, ik ben weer eens gezien, hoor. Hup. Oké, dan. Ik begin te regenen.
Pak het geld maar, jongens. Pak het geld. Oké, hier zijn we wel veilig, denk ik. Hier kunnen we wel lekker health regenen. Oh, dit is een hele goede plek om health regenen. Moet je kijken hoe snel mijn health omhoog gaat. Oké, kijk eens aan. Poging nummer 2 om door de beveiliging heen te komen bij de fort. Op 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Oké, waar is dat fort? Fort is daar. Oké, het is daar bovenin. Oké. Het enige wat ik gewoon moet doen is, ik moet gewoon zorgen dat ik gewoon voor elkaar krijg om voorbij die bijlmannen te komen. Laten we dat maar doen. Als dit trouwens stelling gaat duren, jongens, dan knip ik het op in 2 delen. Ik denk niet dat het gaat gebeuren, maar... Who knows? Jongen, ik heb ze allebei met die grote bijlen, heb ik gewoon... Jongen, dit is nice, jongen. Fucking assassin style. Geef me zo'n wapen, alsjeblieft. Yeah! Gewoon een bijl nog wel, hè. En ik ben gewoon niet gezien. Holy shit, dit is wel nice. Oké. Ja, nog even een stukje. Ja, oké, ik ben niet helaas, ik ben niet gezien, mooi. Hup. Oh, carnage. Kom op, Ronald, you can do this. Gewoon een bijl. Human shield, goed zo. Hartstikke idee. Easy going. Oké, hij zou mijn zoon niet moeten raken in principe, bij wijze van natuurlijk. Hup, trusten. Huppakee. Gaan we sterf doen, oké. Dan moeten we hier even niet bij. God, nee. Oké, hij is dood. Nu hij hem nog. Ja, je hebt het ook dood. Prima, nice. Oké. Regen. Dit gaat mij redelijk goed af. Daar ben ik wel blij om. Mooi uitzicht hier trouwens. Even kijken, oké. Kan ik niet vanuit de lucht of zo? Oké, nou, nu moeten we even ongezien. Wat is hij allemaal aan het doen, in godsnaam? Oké. Nee, we moeten ons laten vallen, oké. Nu moeten we als de sodemieter hier naar binnen, want... Oh, kijk, ik moet de deur openen. Oké, goed, nou. Hey, daar is mijn dingetje. The fuck is dat voor ding? Dat is een doosje of zoiets, en dat zal wel. Daar hebben ze suiker. Fuck die suiker. Oké, ga naar Steed Bonnet. Oké, goed zo. Dit is redelijk snel gegaan. Weer wat we gaan doen. Dan, tatatan. Leap of faith. Kijk eens aan, zo. Ze hebben daar mooi al ontsnapt. Moet even naar boven zwemmen hier. Of zwemmen, klimmen. 1, 2, allee, ja. En nog één keertje. Kom op, goed zo. Steedbonnetmaker, waar ben je van me? Even kijken. Waar is mijn makkertje? Ah, mijn makkertje is hier. Zo, Steedbonnet, ik heb mijn ding, maar ik heb jouw ding niet. Helaas, pindakaas, wat doe ik nou weer? Wat doe ik nou weer omhoog, zeg ik. Ik heb helaas niet zo'n suiker, want nou ja, ik ga geen 1000 kisten met suiker meenemen. Dat doe ik gewoon niet. Oké, spring er maar in, sure, why not. Neem maar even een lekker bad voor jezelf, jongen. Ik vind het helemaal lauw. Tuurlijk, klim op die paal, zo, dan gaan we hardcore parcours. Oké, goed. Hallo, Steedbonnet. Wat? Meer suiker? Sorry about the sugar. I've only one pair of hands. Hey. En dan ga je zeuren over dat ik je suiker moet terughalen. Oh my god, ik haat die Steedbonnet echt. Nassau. Is dat niet
Ja, laat maar. Oh mijn god, ik heb zo'n mening met die vrouw en kinderen van hem, hè. Ik vind zo'n droplul. Zie, ik zei het toch? Duncan heette die andere dude, die hij heeft doodgemaakt daar in die jungle daar in de vorige aflevering. Oh god, moeten we nou hebel gaan schoppen bij die gouverneur? Missie voltooid! Oh god, dit gaat echt geen... Nee, zie je wel, we hebben een enorm hard gevochten, dus we hebben geen 100%. Helaas, pindakaas. Nou, 90%, dat is helemaal prima. Hoor je mij verder niet over. Eens even zien. Oké, wel, nou, dat gaat wel redelijk hier. Maar goed, jongens, ik ga het hierbij laten voor vandaag. Dus ik vraag één ding van jullie. Als jullie deze aflevering leuk vonden, vergeet alsjeblieft niet om een like achter te laten. De duimpjes gaan enorm lekker onder Assassin's Creed, jongens. Hou dat er gewoon lekker in. Want ik heb enorm veel lol in deze serie. En hopelijk jullie ook. Je kunt altijd nog even abonneren voor meer Assassin's Creed video's, jongens. Die kregen jullie automatisch in je subbox. En dat helpt gewoon enorm, want... Nou ja, echt gewoon de support is ongelooflijk de laatste tijd. En jongens, jullie kunnen me ook nog even volgen op Twitter als jullie willen. @shadowgames23 staat een link hieronder in de beschrijving. Nou ja, op mijn Twitter, daar upload ik... daar post ik allemaal tweets van Assassin's Creed en van andere series. En je kunt altijd zien wanneer ze worden geüpload en alles. Dus dagelijks post ik een dingetje met uploads van vandaag. En als jullie dan alles tussen. Dus vergeet niet om daarop te kijken als je de uploads van Shadow Games wilt weten. Ik upload trouwens vanaf nu standaard om 7 uur, 6 uur en 5 uur. Dus ja. Maar goed, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. En dan zie ik jullie later. Dus ja, later mensen.